Kerkgangers die zaterdag ondanks de coronamaatregelen toch een paaswaken willen bezoeken, kunnen onder meer terecht op de website en de Facebookpagina van de Antonius van Padua parochie in Nijmegen. Deze waken, voor christenen de belangrijkste viering van het jaar, is eerder deze week opgenomen en wordt zaterdag om 9 uur via Facebook uitgezonden. Sinds de coronamaatregelen zijn afgekondigd, zijn ook alle kerkelijke bijeenkomsten verboden en dat maakt dat ook alle diensten rondom Pasen van de agenda zijn verdwenen.